een nieuwe video van mij, DB Gamer. Voor vandaag ga ik een 24 uur challenge doen, maar niet zomaar. Want namelijk om de 4 uur moet ik thee plaatsen in mijn kamer, waardoor mijn kamer telkens kleiner wordt. En om de 2 uur mag ik dobbelen met een dobbelsteen waaruit ik challenges en dingen kan unlocken. Ik mag 2 keer 20 seconden naar de wc. En voor de rest, ik mag gewoon niet uit mijn kamer. Voor de rest heb ik ook een timelapse die om de tijd gaat lopen. En oké, zoals je ziet ben ik hier nu in mijn kamer. Hier is mijn bed. 1K Playbutton, nogmaals bedankt. En hier heb ik een bord waar ik gewoon dingen op kan doen. Het is nu, om precies te zijn, 11:05. Dus tot morgen 11:05 zitten wij hier nog. Er is ook nog een andere regel. Ik mag alleen maar op mijn tablet en mijn telefoon. Ik mag niet op mijn pc. En ik mag niet gamen op mijn tablet of telefoon. Oké, laten we de timelapse maar beginnen. Oké, en nu is het 1 uurtje later. Hoe voel ik me? Ik verveel me dood, want ik ben niet gewend om zo lang achter elkaar op mijn tablet te zitten of zo. Ik vind dat echt best wel saai. En ik heb eigenlijk al best wel een droge keel. Ik heb best wel tors. Maar het duurt minstens nog 1 uur tot en met dat ik kan gaan dobbelen. Dus ik zou misschien drinken kunnen dobbelen, maar misschien ook totaal iets anders wat ik niet wil dobbelen. Oké, iedereen, ik wil dus naar de wc en ik heb dus 20 seconden tijd om naar de wc te gaan en terug te komen. Dus ik hoop dat ik dit ga redden. Kut! Oh mijn god! Oh mijn god, ik red het maar net! Oh mijn god, oké. Hey, 2 uur is voorbij. Dat betekent dat ik mag gaan dobbelen. Dus ik ga de dobbelsteen er even bij pakken. Hier komen de dobbelsteen. Ik wil met jou dobbelen. Oké. Er staan zeg maar 2 vlakken. Op elk vlak staan 2 vlakken. Dus ik moet van tevoren een getal kiezen. Ik kies het getal van 1 op 2. Ik kies 2. Waar landt hij op? 2. Sla jezelf 122 keer. Oké. Oké, ik verveel me echt dood. Het is best wel gek, want ik heb nog nooit zoiets als dit gedaan. Dus als we nog een keer zoiets als dit gaan doen, doe ik het waarschijnlijk. Maar dan echt zonder telefoon, zonder tablet en dat soort dingen. Maar ja, voor nu verveel ik me nog steeds helemaal dood. Ik ga even boksen, denk ik, of zo. Dus ja. Het is alweer 2 uur later, dus dat betekent dat ik weer kan gaan dobbelen. Oké, de dobbelsteen. Ik heb de vorige keer 2 gekozen, dan ga ik nu voor 1. 3, 2, 1. Let's go. Waar landt hij op? Ik heb 1 gekozen. Oké, ik kan 1 keer eten. Die keer eten ga ik bewaren voor vanavond, zodat ik gewoon nog met mijn ouders in de avond samen kan eten. Maar 4 uur van de challenge is dus voorbij, dus dat betekent dat we ook tape kunnen gaan plaatsen en dat ik dus niet meer bij mijn deur kan komen. Of bij mijn kasten. En zoals je kan zien is de tape helemaal geplaatst, dus ik kan nu niet meer in dit gedeelte van mijn kamer komen. Dus ik kan ook niet meer bij mijn kasten. En ja, dat betekent dat ik minder dingen heb om te doen. Ik ben er zat van. Ik verveel me dood. Ik heb zo net even muziek zitten luisteren. Ik heb laadjes gekeken. Het probleem is dus, ik kan niet echt goed meer bij mijn kasten. Dus ik kan niet echt spulletjes uit mijn kasten halen. En dat mis ik weer een beetje. Het is ook alweer bijna 4 uur. Het begint alweer een beetje donker te worden. Ik had ondertussen dit even op mijn bord neergezet. Nou, ik kan nog 1 keer voor 20 seconden naar de wc. Ik heb 1 keer eten unlocked door te dobbelen. En er is nu 5 uur voorbij. Hé jongens, kijk eens wie ben ik nou? Dit is Sam. Dit is de editor. Hi. Ik had een hele belangrijke vraag aan jou. Vertel. Nou, het is namelijk over 20 seconden om precies te zijn, kan ik weer dobbelen. Maar ik moet dus uit 1 of 2 van tevoren kiezen qua getal. En welk getal zeg jij dat ik moet kiezen? 1 of 2? 2. 2. Oké. Nog 1 seconde. Oké, wekker gaat af. Let's go. Ik mag gaan dobbelen. Jij zei 2. Wat gaat het zijn? Wat heb ik gedobbeld? 2. Ga een film kijken! Yes! Oh, yes! Oh, daar heb ik best wel zin in. Ah, dat is zeker altijd leuk. Nou, wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Abonneer op Sam Carpers. En ik heb gekozen voor Toy Story 1, omdat ik die een hele tijd niet meer heb gezien. Iedereen, ik heb dus besloten om Toy Story te gaan kijken. Dankzij Sam natuurlijk, die ervoor heeft gezorgd dat ik nu een film kan gaan kijken. Oh yes, het is weer 2 uurtjes later. Dus dat betekent dat ik weer mag gaan dobbelen. Het begint ondertussen ook al best wel donker te worden. Want als ik het licht uit doe, en ja, ik ga niet over de lijn, dan is het gewoon pikken donker in mijn kamer. Dat heb je in de wintertijd. Oké, we gaan dobbelen. 1 of 2. Ik ga deze keer weer voor 2. Vorige keer had Sam natuurlijk gekozen voor 2. Maar ik ga nu weer voor 2. Waar landt hij op? 2! Nee! Oh god, jullie zien dit niet helemaal goed. Maar dit is het kruis, dus nu heb ik niks. Ja, hier heb ik niet zo heel veel aan. De tijd ging trouwens best wel snel voorbij met de film. Dus dat was wel relaxed. Dus ja, nu ga ik weer 2 uurtjes me zitten vervelen. 4 uur voorbij, dus dat betekent dat er weer een heel stuk van mijn kamer ingenomen wordt. Oké, iedereen, ik heb dus mijn keer eten gebruikt. Want ik ben gewoon met mijn ouders gaan eten, omdat zij dat ook heel graag wouden. Ze wouden wel gewoon dat ik avond ga eten met hun. Want ze zeiden van, als je deze challenge wil doen, dan moet je wel met ons avondeten. Dus dat betekent dat ik die 1 keer eten die ik had weg kan halen. En dan heb ik nu alleen nog maar 1 keer 20 seconden wc over. Ik heb geen eten of drinken. En we zijn bijna bij het 10e uur aangekomen. En dan ga ik de laatste keer dobbelen voordat ik ga slapen. A few moments later. Oké, het is weer zojuist 1 uur om. Dus dat betekent dat ik weer kan... Oh ja, 2 uur om. Dus dat betekent dat ik weer kan dobbelen. Ik ga deze keer voor dat getal 1. Let's go! Oké, 1. 20 seconden extra wc-tijd. Dat is heel chill. Oké, ik ga de komende tijd ook niet meer dobbelen of tape verplaatsen. Dat ga ik pas morgenochtend weer doen. Dus dat betekent dat ik morgenochtend... Ik ga ongeveer 8 uur slapen. Dus dat betekent dat ik 2 keer de tape moet verplaatsen. En dat ik 4 keer heb om te dobbelen. Dus iedereen, tot morgen. The next day. En toen was ik wakker. Het is nu ongeveer... Nou ja, het is 8:09. Ik heb 8 uurtjes, nou ongeveer 10 uurtjes geslapen eigenlijk. En ik moet de tape 2 keer verplaatsen. En ik mag 4 keer dobbelen. En dat ga ik nu ook direct doen. Oké, de tape is nu verplaatst. En ik kan letterlijk alleen nog maar een klein stukje om mijn bed heen staan. Ik heb de spullen naar mijn bed verplaatst. En ik ga nu dobbelen. Oké, ik kies het getal 1 deze keer. Please niet van mijn bed afvallen. Oké, 1. Win een potje Fortnite. Ik ben net wakker. Ik ben net wakker. Oké, nou ja, dan mag ik over de streep heen. Maar ik moet dus een potje Fortnite gaan winnen nu. Oké, there we go. Ik start nu een potje Fortnite op. 1 hour later. Oh mijn god. Nee, dit meen je me niet. Jongens, ik heb het opgegeven. En omdat ik het opgeef, ga ik een punishment doen die ik normaal kon gaan dobbelen. Ik hoef het niet snel op te drinken. Niet zoals bij die andere. Ik kan het rustig opdrinken. Ik weet niet hoe ik dit wel wegkrijg. Ik zie dit als op. Er zit nog een klein laagje in inderdaad. Maar dat is echt alleen maar zout en peper. En dat is echt... Oh, ik vind het goed zo. Oké, ik heb zo net het potje Fortnite opgegeven en daarvoor moest ik een punishment doen. Ik heb daarom warme ranja met zout en peper opgedronken. En ik ga nu weer een keer dobbelen. Oké, dobbelen there we go. Ik ga voor 2. Oké, hij landt hier nog in. 2, 2, 2, 2. Ga een film kijken. Heb ik al gedaan. Oké, ik moet hem laten vallen. 2. Bel een kijker, verras hem. Hallo, JVR. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Ik heb gedobbeld dat ik een kijker moest bellen en moest verrassen dat hij in de video zat. Dus je zit bij deze in de video. Let's go. ik had eigenlijk al meerdere mensen gebeld, maar jij was de enige die opnam. Want het is ook gewoon 9 uur 's ochtends, dus... Ja, het is bij jullie zeker ook daar zo. Ja. Nou, wil je nog wat zeggen? Drop even die like. Abonneer. En ja. Dat was het eigenlijk. Nou ja, hierbij, ik ga er hierbij ook alweer vandoor. Want ik moet nog ik heb nog een paar uur te gaan. Nog 2 uurtjes ongeveer. En dan ben ik klaar. Dus joejoe. Joejoe. We gaan weer door met dobbelen. Nummer 1. 1. Oké, waar landt die op? Vraag je volgens op Insta hoe het gaat. Oké, dat verhaal is geplaatst. Nog een keer. 2. Oké, hij is hierop geland. Ga een film kijken. Heb ik al gedaan. 2, weer 2. Niks. Tape is ook weer geplaatst voor de laatste keer. Ik heb natuurlijk dit alleen nog maar over. En ja, zo moet ik het laatste uur zien te overleven en niet van mijn bed af flikkeren. Ik heb nog 3 keer te dobbelen en ik ga die laatste 3 keer nu ook gewoon opmaken ook. Oké, ik ga voor het getal 1. Oké, hij draait het reeds. 1. 20 seconden extra wc-tijd. Top. Nog een keer. 1. 1. Oké, hij landde hierop. 10 minuten niks. Alright, ik ga wel hier in het hoekje zitten. 10 minuten niks doen. 10 minuten niks, gaan we start. Oké, ik moet nog een keer. A few moments later. Iedereen. De 24 uur is voorbij. Uit de tape. Uit mijn kamer. En ik zeg tegen jullie bedankt voor het kijken van deze video. Like als je hem leuk vond. Abonneer voor meer. Druk op dat belletje. En Ja, dan zeg je nog maar één ding en dat is... Later!